laten jullie kijken naar een nieuw avontuur van de Toy Soldier. Ik heb vandaag de Nocta Macro Amphibio bij me. Ja, soms wil je gewoon eens een keer hetzelfde veldje met een andere metaaldetector lopen. En zo hou je het altijd een beetje vers. Mocht het nou een beetje schaars zijn met vondsten, dan ga ik allerlei instellingen uitproberen. Dus elke keer als ik een target heb, dan ga ik een klein beetje bijtweaken, een beetje aftweaken. Kijken hoe die dan reageert, of het beter doorkomt. En zo leer je het beste je metaaldetector kennen. Maar voor nu ga ik gewoon even lekker zoeken. En dan zien we wel waar het schip strandt. Dan mag de vondst misschien wel niet zo bijzonder zijn. Want het is gewoon een stukje koper met een paar gaatjes erin. Is het wel leuk om te zien wat er allemaal nog meer in het gat zit. Kijk, allemaal stukjes porselein en glas. Kijk, dat ziet er hartstikke leuk uit. En dat geeft ook een beetje aan welke periode de stort is. En hier heb ik zelfs nog een stukje porselein waar de beste man nog op staat. Het lijkt wel een Chinees. Leuk. Oh, het zijn er twee. Ik zie het nu pas. Het zijn er twee. 1 en 2. Weer zo'n vondst die niet super bijzonder is. Het is een handvat van een lepel. Maar die geven vaak een beetje krakerig geluid. En dat komt omdat ze van de buitenkant wel van een soort tinachtig zijn. Maar aan de binnenkant lijkt wel een soort ijzer te zitten. En dat crusty, dat zit allemaal aan de buitenkant gekoekt. En daar krijg je een heel klein beetje een soort vals signaal van. Ja, dat kan gebeuren. Maar dat betekent dus dat als je deze wil graven, of als je deze wil vinden, dat je ook een beetje die crusty dingetjes moet graven. Nou, live Dickie. Hier zit hij. Hier zit hij. Gewoon even kijken wat erin zit. Ja. Ja, wat is dat? Het lijkt wel op een soort hangertje. Of iets anders. Ik ga heel eventjes een beetje schoonmaken. Dan kom ik zo weer terug. Hij is verzilverd geweest. En dat kan je hier aan die kleine schilfertjes zien. En hij is hol. En hier heeft een oogje aan gezeten. Dus ik ga ervan uit dat het een hangertje is geweest die zo is. Moet ik hem wel goed houden. Die zo is. En naast dat bestaat hij uit 3 delen. Kijk, hier zit een rand. En hier kan je het beter zien. Hier zit een rand en daar zit een rand. Dus ik weet niet of het een doosje is of dat het zo gemaakt is. Maar dat gaan we voorzichtig thuis maar eventjes uitvogelen. Wat dat nou precies geweest is. Prachtige gesp. Ja, die is echt mooi. Die is echt leuk. En zo zie je maar weer. Dan graaf je heel veel gaatjes met eigenlijk niet zoveel erin. En dan ineens komt er weer wat leuks uit. En ik heb het denk al een keertje eerder gezegd hoor. Maar ik zeg het gewoon nog een keer. Als je zo'n gat nou omklapt. En je ziet aan deze kant is alles bruin. En hier zitten ook allemaal bruin. Ik kan wel een beetje weghalen. Kijk, dat is allemaal bruin. Maar waar de gesp zat, is het helemaal zwartig. Dus ook als je de gesp nog niet ziet, weet je al dat het ongeveer een beetje hier moet zitten. Omdat die hele verkleuring die is daar anders. Dus alles is mooi kokosbruin. Behalve hier. Hier is die heel donker. En dat komt door dit mooie gespje. Ik dacht even, mijn eerste stukje zilver. Een mooi bovenkantje van een lepel. Dus een handvat van een lepeltje. Maar hij is al erg licht. En als ik de achterkant zo bekijk, dan kom ik al snel achter dat het niet zilver is, maar verzilverd. Desalniettemin wel een heel decoratief stukje. Heel leuk toch? Leuk. Nou, en zo vind je iets wat je eigenlijk nog nooit voor je leven gevonden hebt. Jawel, ik vind ook wel eens dingen die ik nooit gevonden heb. Is een, hij is niet zo oud hoor, want hij is van kunststof. Maar dit is een kunsthoef. En jullie veehouders die kijken, is het een halve van een paard? Is het een halve van een koe?
Zo moet ik het zeggen, want een koe heeft natuurlijk twee gedeeltes en een paard heeft één gedeelte. Dus is dit nou een halve van een koe of is het een hele van een paard? Ik denk zelf dat het een halve is van een koe. Dus dat de tweede gedeelte hiernaast zat. Een kunsthoef. En daar ging die niet op af, want die is van plastic of van kunststof. En deze is van lood. En dat is ook een loodje. Je vindt wel eens hele platte vingerhoedjes, maar of ik ze ooit zo plat gevonden heb... Het is echt helemaal plat. Nou, er is ook niks meer van te maken, maar dat geeft niet. Ik vind het even zo goed een leuke vondst. Kijk, toch nog een leuk speelgoedwieltje. Hij is precies voor de helft kapot. Maar je kan nog heel goed zien dat het een karrewiel is. En jullie weten het ondertussen wel. Speelgoed vind ik altijd leuk. Altijd. Al is het alleen maar om ter decoratie bij de rest van mijn speelgoed te leggen. Wieltjes lekker opstapelen. Geeft een mooi effect. Dus ik ben er altijd blij mee. Ook als die er zo uitziet. Kijk, mooi muurhaakje. Ik weet niet... Ja, dat was smaak natuurlijk vroeger. Tegenwoordig is alles strak. Stokje met een bolletje, weet ik veel wat. Vroeger was het allemaal veel mooier. Dat is de smaak. Maar versierd met allerlei rare dingetjes en beestjes erop. En rare puntjes eraan. Het was vroeger, werd er veel meer aandacht aan besteed. Dat is wel grappig, hè? We leven in de moderne tijd, in de vooruitgang. Maar eigenlijk zat hier veel meer vakmanschap aan dan nu. Tegenwoordig krijg je gewoon een staafje met een bolletje waar er 25.000 van per uur worden gedraaid. En dit was echt nog vakmanschap. Leuk. Leuk, leuk. Soms komen ze gewoon in zijn geheel de grond uit. Niet zo heel vaak, maar soms gebeurt dat. Er zit deze hele lode oog zit er nog aan. En dan heb je ook een beter beeld van hoe het eruit zag als het om een product heen geknepen zat. Accijnslootje. Hier zit nog een wapentje. Ja, leuk. Deze is helemaal compleet. Nou, dit was hem dan weer. Avontuurtje van de Toy Soldier, een kleintje. Ik stop lekker op tijd, want het is best wel heel erg warm. Ik zit net eventjes op mijn telefoon te kijken. En ik zie dat de video van de 8000 subscribers, dus de giveaway video, nou, die is nu bijna 2000 keer bekeken. En ik heb 557 reacties op dit moment. 628 duimpjes omhoog en 1 duimpje naar beneden. Ik denk dat ik binnenkort ga trekken. Ah, dat klinkt wel heel raar. Ik denk dat ik de winnaars... binnenkort bekend gaan maken. Ik denk dat er wel voldoende mensen zijn die gereageerd hebben. En iedereen heeft denk ik wel voldoende de kans gehad om te reageren. Ik bedoel, we zitten op dit moment niet op de 8000, maar op de 8100 abonnees. Dus ik denk dat het wel tijd is. Stay tuned. Na deze video komt er een video waarin ik de winnaars bekend maak. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.